gebied. Oh, wacht. Ja. Nou, welkom allemaal. Welkom terug. We gaan nu op dit moment gaan we verder met de tweede brief in Openbaringen. De brief aan de gemeente in Smyrna. Het staat in Openbaringen 2 vers 8 tot en met 11. Dus voor de mensen die de Bijbel bij zich hebben, die kunnen dan mooi meelezen. Maar ik ga hem ook zelf voorlezen. Dus voor degenen die niet zo bij de hand hebben, zal ik het even voorlezen. Brief aan Smyrna. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en levend is geworden. Ik weet uw verdrukkingen en armoede, hoewel gij rijk zijt en de lasten van hun die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Nou ja, dit is best wel alle brieven zijn interessant, maar dit is zeker ook een interessante brief. Omdat dit gaat over God die over Jezus praat, die zegt die dood is geweest en levend is geworden. Nou ja, Jezus is natuurlijk dood gegaan en vervolgens op de derde dag opgestaan. En daarmee heeft hij natuurlijk de dood overwonnen. En hij praat natuurlijk over mensen in verdrukking en in armoede. En die daar last van hebben. En zelfs door Joden vervolgd worden of verdrukt worden. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar waar God van zegt dat ze eigenlijk niet Joden zijn. Sterker nog, hij zegt dat het een synagoge van Satan is. Dus dat is best wel een heftige uitspraak. En daarmee is het denk ik ook belangrijk voor degene die denken van joh, wat wordt daarmee bedoeld? Dat zelfs voor de Joden, die God natuurlijk heel erg lief heeft, en zijn volk zijn, dat hij zegt dat niet alle Joden toch volledig leven naar wat God bedoeld heeft. En sommigen dus vervolgd zullen worden, maar dat het belangrijk is ook om zelf te blijven volharden in de Heer en op hem te blijven vertrouwen. En dat je getrouw bent tot je dood en dat je op het moment dat je dan overlijdt, dat je dan de kroon des levens, dus eigenlijk het eeuwige leven, mag ontvangen van God. En er staat dan ook, wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Dus als je dan doodgaat en je hebt je leven aan Jezus gegeven en je laat je dopen, dan ga je met je hoofd onder water. Maar eigenlijk symboliseert het in zekere zin ook de opstaande kracht van Jezus Christus zelf, die natuurlijk doodging en vervolgens op de derde dag weer opstond. En dat is eigenlijk, wordt dan overgesproken, de tweede dood. En op het moment dat je opnieuw weer tot leven bent gekomen in Christus, dan heb je eigenlijk je tweede leven. En uiteindelijk zullen wij nog een keer doodgaan. Maar dan zegt Jezus, dan zal je van de tweede dood geen schade lijden. Dus als je in Jezus blijft en in hem blijft geloven, nadat je opnieuw weer tot leven bent gekomen, zul je het eeuwige leven mogen ontvangen van God. Dorothea, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat God je bij je is als je het moeilijk hebt. En ik weet even niet zo goed hoe ik het onder woorden moet brengen, maar ik denk van wat er onder andere
in staat, is dat eigenlijk de mensen in de stad, die worden natuurlijk verdrukt en vervolgd. En dat is natuurlijk in, van toen de tijd is dat geschreven, maar dat is tot op de dag van vandaag is dat natuurlijk nog steeds aan de orde. Ja. Je hebt mensen bijvoorbeeld in China die natuurlijk niet hun geloof mogen uiten van de regering en daarvoor vervolgd worden. Dus op het moment dat ze zeggen van ik ben christen of ik loop met een Bijbel rond, worden ze misschien opgepakt. En kamp, naar een werkkamp gestuurd, omdat ze christen zijn. Dus de vervolging is tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig. En sterker nog, als je verder in Openbaringen aan het lezen bent, wordt er ook benoemd dat vervolging voor christenen weer terug zal komen. Dus ja. Je kan je afvragen van, maken wij dat mee? Misschien wel, misschien niet. Maar mocht dat wel zo zijn, dat wij eigenlijk van God een bepaald woord krijgen om te volharden en te blijven geloven, ondanks vervolging, ondanks lastering van andere mensen, om toch trouw te blijven van hem, omdat hij uiteindelijk overwonnen heeft en dat wij samen met hem de dood kunnen overwinnen. Dus dat mensen die misschien angst hebben voor verdrukking of denken van ik ga God niet meer, ik blijf niet meer bij God, want ik ben bang omdat ik misschien gemarteld word of doodga. God zegt ook in zijn woord onder andere van wees niet bang voor degene die het vlees kan doden, maar voor de geest en voor de ziel. En ook dat God ook gelijk met de belofte komt van wees niet bang om te lijden, want je zal zeker beloond worden. Daar heeft Jezus het ook steeds over in zijn woord. En ik zal u kronen met het leven en de overwinning. Dat kom je trouwens nog op veel meer plekken tegen in Openbaringen. Maar gewoon van, en God spreekt er ook in zijn woord overal, hè? Wees niet bang, wees niet bang. Ik ben met je. En wat denk je dat de kijkers online hieruit kunnen ophalen, los van de dingen die we net benoemd hebben? Wat zijn nou de belangrijkste punten hieruit die ze misschien voor hun eigen gemeente of misschien voor zichzelf kunnen toepassen? Blijf gewoon trouw aan God. En net wat God zegt van wees niet bang als het lijden er is, want ik help je. God helpt je er doorheen. Je hoeft niet bang te zijn. En in hoeverre ben jij zelf bang voor lijden en vervolging, eventuele vervolging? Ja, natuurlijk heb je wel een soort angst ervoor. Maar ik geloof er wel in dat als je er werkelijk voor komt te staan en je maakt dat echt mee, ik denk dat de Heer dan ook echt bij je is en je dan ook kracht geeft. Daar geloof ik echt in. Ik heb al meer situaties gehad in mijn leven dat ik eigenlijk ook best wel bang was. Toen God zei van... dat was nog maar vroeger, maar goed, dat was nog maar een heel gewoon ding. Dat God zei van, ga maar van mij getuigen. Hè? Dat vond ik eerst ook heel eng om te doen. Maar door het te gaan doen, of doordat je in die situatie bent, en soms moet je gewoon, je moet. Maar dan merk je toch dat de Heer je kracht geeft. En wat ik ook gewoon ontdekt heb, van Gods woord proclameren. Want er staat ook ergens van, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Als jij voor iets komt te staan wat heel moeilijk is, dan moet je die woorden uitspreken. En ik geloof erin, God geeft je kracht. Ja. En als je dit zou moeten samenvatten van in een zin, van wat zou deze brief aan deze gemeente dan
willen uitdragen? Qua betekenis. Ja. Blijf gewoon ondanks de moeites in het leven, ondanks de vervolgingen, blijf trouw aan de Heer en Hij zal je belonen ervoor. Hij zal je echt belonen ervoor. Zou je ook denken, als je het in een zin zou moeten omschrijven, een beetje zien van dat je eigenlijk geen angst voor de dood hoeft te hebben als je in Jezus Christus leeft en vertrouwt? Ja, want eigenlijk sterf je niet echt. Want als je sterft, ga je al naar de Heer toe. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat er misschien ook mensen zijn die misschien niet gelovig zijn. Of misschien net beginnen. Want Jezus zegt ook ergens in een van de evangeliën van... wees niet bang, want ik heb de dood overwonnen en ook al sterf je, je zal toch leven. Dus je gaat niet echt dood. Je gaat over in een ander leven naar God toe. Denk je dat het ook Gods verlangen is om zeg maar te geloven in Hem en sterk te zijn in Hem en moedig en trouw, ook al zou je misschien vervolgd, word je misschien vervolgd, of kom je misschien te overlijden door vervolging? Ja, soms. God geeft dat wel aan sommigen die dat door moeten maken. Ik zeg niet dat het voor elke christen is. Ja, de een die maakt het wel mee en de ander niet. En ik denk ook van wanneer de gemeente hier heel erg mee bezig is en ook van wat we in de vorige brief besproken hebben over dat God de eerste prioriteit is, de eerste liefde weer wordt, dat daardoor extra veel van Gods geest vrijkomt en dat we daardoor eigenlijk vrij van angst voor de dood kunnen leven, denk ik, ja. Onder andere, doordat we weten van wat God natuurlijk voor ons gedaan heeft en dat Hij ons zegt van we hoeven niet bang te zijn voor de dood. Ja, en God geeft ook echt voorbeelden in zijn woord, hè? Want neem maar Hebreeën 12, hè? Of Hebreeën 11 is dat geloof ik, daar heeft God het ook over al die mensen die geloven en sommigen zijn daarvan ook gestorven. Maar van die mensen wordt ook gesproken van door het geloof. Dus dat is ook Hebreeën 11, het hoofdstuk. Ja, ik denk dat heel belangrijk is, want de duivel die probeert natuurlijk ons allemaal bang te maken. Ja, en ook wat in Handelingen staat over Stefanus, dat was eigenlijk de eerste martelaar. Wat gebeurde er toen hij gestenigd werd? Toen zag hij Jezus, hij zag Jezus aan de rechterhand van God. Dus hij zag de hemelen al geopend. Ja. Terwijl hij stierf, zag hij dat. En toen zei hij tegen die mensen, toen bad hij, Heer, vergeef het hun wat ze doen. Volgens mij. Is je uit. Vergeet, ja. Is het leeg? Ja, hij is nu net Nee, je hebt hem volgens mij op standby of niet? Is je niet oranje? Of hij is niet meer goed in microfoon. Rode lichtje. Over Stefanus. Ja, Stefanus die op
moment dat hij gestenigd werd, zag hij de hemelen geopend en zag hij Jezus aan de rechterhand van God. En toen bad hij voor zijn vijanden van, Heere, vergeef het hun wat ze doen. En ontvang mijn geest. En toen stierf hij. Ja. Ja, ik denk wat mensen zelf hiermee kunnen doen is zelf hiermee bezig gaan en voor jezelf kijken van joh, vrees ik de dood eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen er misschien niet heel erg mee bezig zijn. Mochten ze daar wel over nadenken en denken van joh, ik heb dat toch. Dat ze dan dat bij Jezus neerleggen en daarvoor gaan bidden. En dat ze hier ook bemoediging uit mogen halen om dat ze kunnen vertrouwen op God, dat op het moment dat zij komen overlijden, dat zij, omdat zij een kind van God zijn en zijn woord belijden en uitdragen, dat ze dan ook ervan uit mogen gaan dat zij opnieuw weer op mogen staan uit hun tweede dood en dat zij een eeuwig leven mogen krijgen. En ja. Daar wil ik eigenlijk ook mensen mee bemoedigen in zekere zin van joh, vrees daar niet voor. Ook niet voor vervolging of lastering van andere mensen. Want uiteindelijk is het paradijs of het eeuwige leven is natuurlijk veel meer waardevol dan het leven wat wij nu op dit moment op aarde hebben. Nou. Er zullen mensen zijn die zeggen van we zijn gek. Of die ons belachelijk zullen maken. Maar ja, aan het einde van het als we aan het einde van het leven het eeuwige leven mogen genieten, dan is dat toch veel meer waard dan wat mensen hier van ons vinden op dit moment. Ja. En het is ook niet gezegd dat iedereen die in de gevangenis komt of verdrukking meemaakt, ook al dat ze allemaal zullen sterven. Nee. Maar God zegt eigenlijk in feite ook van, ben je bereid? Ja. Dat je dan ook je leven wil geven. Want Jezus geeft ook een waarschuwing. Hè? Hij zegt van, over het leven liefhebben. Nou, ik weet de tekst even niet meer zo gauw, sorry. Als ik erop kom. Ja, nou ja, er staat hier in ieder geval dat gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Dat is natuurlijk ook wel een opmerkelijk iets, die 10 dagen. Dat is, kan dat ook symbolisch bedoeld zijn? Ja, misschien wellicht, ja. Ja, dat denk ik wel. Want waarom specifiek 10 dagen? Dat is altijd wel, dat is misschien... Vond ik wel een interessante vraag die ik ook voor mezelf, toen ik het las, bij me opkwam. Ja, je weet dat natuurlijk helemaal de aarde is geschapen in 7 dagen, 6, en dan 7e dag rust. Maar en waarom dan 10? Dat is wel interessant. Ja. Maar goed. Ik denk dat we hierbij wel het grootste gedeelte behandeld hebben en ik denk dat het voor de mensen ook duidelijk is. Ja, of heb je nog iets? Ja, Paulus, hè, die zat op een gegeven moment ook, Paulus heeft heel veel strijd meegemaakt. Hè? Dus dan moet je eigenlijk ook de brieven van Paulus lezen, wat die allemaal voor ellende heeft meegemaakt. Oké, Paulus was zelf iemand die de gemeentes vervolgde eerst. Maar later werd hij zelf ook vervolgd door de Joden. En geslagen en gemarteld en in de gevangenis gegooid. Ja. En dan zat hij in de gevangenis. En dan begon hij God te loven en te prijzen. En de Heer deed ook wonderen. Ja. Dat er een aardbeving kwam en dat de gevangenisdeuren open ging. En ik ben zelf lid van Open Doors. Dat gaat ook over de vervolgde kerk. Maar God doet ook heel veel wonder, hoor. Dus ook echt, en die mensen krijgen zeker wel de kracht ook om God trouw te blijven.
Ja, nou, ik denk dat het, dat het een mooie toevoeging is. Dus ook voor de mensen die online kijken, van lees het stuk over Paulus en zijn vervolging. Ja. En, dat het tot inspiratie mag zijn en bemoediging mag zijn voor velen. Ja. Ja. Nou, dan wil ik jullie voor het tweede gedeelte heel erg bedanken. En dan komen we zo terug voor het derde deel. Nog een fijne avond.